Ik sta hier nu bij de Wereldomroep buiten. Het is vandaag de afscheidsmarathon. Een hele bijzondere dag, de laatste Nederlandstalige bijdrage van de Wereldomroep. Ik loop even langs de zeiltjes. Die leiden naar de evenemententent vandaag. Ik heb getekend ter behoeve van mijn dochter, koningin Juliana. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat gij mij 50 jaar lang hebt gegeven. Met vertrouwen zie ik uw toekomst tegemoet. Onder de zorgende leiding van mijn innig geliefd kind. God zij met u en de koningin. En ik wens mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen. In vergeefse pogingen tot het vernietigen van een diep gewortelde eenheid. Waarom valt men daarbij nog anderen aan dan degene die men op het oog heeft? Kan men aan diegene dan niet zelf eerlijk rechtstreeks schrijven? Het is een mooi embleem, hè? Ik heb een. Al is het dan wel wat laat, excellentie, ik wil u toch nog van harte geluk wensen met uw 80ste verjaardag hier bij u thuis in Den Haag. Nu zeg ik wel excellentie tegen u, hoewel u oud-minister-president bent. Maar ik geloof toch wel terecht, want u bent nog altijd minister van staat. Laat ik in eerste plaats u nog eens dank zijn voor de presentatie. Maar inderdaad, van mij is het thuis, zoals u nog van staat. Compilaties van de decanen die we horen, die heb ik gemaakt. En ik loop nu even de zeiltjes af. Ja, luisteraars, het is nog te kort om te kunnen zeggen wat er nu precies van Suriname gaat worden. Niemand kan in de toekomst lezen en we staan duidelijk op een tweesprong vanaf 25 februari. En daar komt Joop Zoetewelk, doe maar Joop, kun je opschelen, nummer 11. En het is nog maar 50 meter achterkant. Joop Zoetewelk, hij komt erbij, hij komt erbij. Binnenbord 70. Ik heb het over Bernard Haitink. En ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag verschijnt over een paar weken een hele grote, dikke box, een dikke doos met 14 cd's op initiatief van de Wereldomroep en het Concertgebouworkest. Die van hier staan we al stil. Ja, ik heb nog één nummer erop zitten en ja, over de binnen gehouden kan zo'n mooie hat-trick zijn, dacht ik zo. Wat hij zegt, betekent alleen maar dikke mist. We hebben aan het begin van dit debat gevraagd hoe we taxeren die kansen. Ik wil op dit moment alleen maar willen zien als een jonge, heel gelukkige moeder die nu bevrijd is van alle zorgen.